Ik ben deze week bij Oe in de Negen Straatjes. En dit leuke setje, rokje met blouseje, draag het vooral bij elkaar als setje. Met cowboylaarsjes, gimpjes, ballerina's en met deze mooie Chloé-bril. Probeer dit seizoen heel veel witte met elkaar te combineren. Zoals off-white, spierwit, kant, roezeltjes, katoen, zijde en dan natuurlijk een Distort denim. En ballerina's in dit geval met een zwart stipje, maar hou het lekker wit. Print met print kan, omdat het in de juiste enzelfde kleurtoon is. Dit is een playsuitje, ze hebben hem ook in een jurkje. En het jurkje ook weer heel leuk met een riempje te combineren. En ja, ik ben wel een beetje verliefd op deze gele, hele lieve, leuke mocassins. En ze hebben ze hier in alle kleuren. Voor mij is dit de perfecte kaftan, want er zit natuurlijk lurex in. Draag hem naar het strand of met cowboylaarsjes. En heb je nou een huwelijk op het strand, doe er dan mooie gouden slippertjes onder. Draag dit te leuke jasje over t-shirts, maar ook gewoon over je bikini op het strand. Met een shortje eronder. En natuurlijk ook weer met een wit t-shirt eronder, zodat je het helemaal wit houdt met een accent op de grond. De slippertjes, daar begint het in dit geval mee. En het pak, panterprint en blue denim. Draag het gewoon met een men's shirt eronder. Combineer ook het jasje los op bijvoorbeeld een wit of een light blue denim. Maar combineer het juist ook als pak met overhemden en anders gewoon met vintage t-shirtjes.